Yo mensen, Groeven van DNL met een nieuwe video en vandaag ben ik hier! Yes! Yes! Ik ben er! Yes! Zo, wat zie ik hier nou liggen? Oh! De video! Jezus, goed hè. Mensen, ik wil graag op deze video 7500 likes. En dan kan je deze fantastische fluit winnen waar ik nu aan ga likken. Oh, nu wil je het echt winnen. 7500 likes, mensen. Ik denk dat mijn laatste video met 7500 likes echt lang geleden is, maar ik heb eigenlijk geen idee. Zal ik eens kijken? Ja, ik ga kijken. A few moments later. Poeh. 6 video's geleden. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt allemaal geen reet uit. We zijn hier vandaag met de Swalbes. Deze zijn jullie een fan van, weet ik. Ik weet dat jullie er fan van zijn. Maar ja, Swalbes vindt iedereen leuk om naar te kijken. Zeker als ze slecht uitgevoerd zijn. Ik heb namelijk al bijna 3 jaar een keer een video geüpload over Swalbes. Maar ja, nu hebben we natuurlijk allemaal nieuwe Swalbes. Dat is mooi. Maar die heeft de 550.000 views. What the fuck? Oké, laten we maar gewoon beginnen. Abonneer op mijn kanaal, kan je beneden. Abonneer even, doe even abonneren. Ik heb op dit moment, ja, hoeveel abonnees maakt niet zo heel veel uit, maar ik wil even gewoon wat meer. Abonneer, hier beneden, druk op het belletje, laten we maar beginnen. Let's go. Oh, fantastisch, we hebben hier Marquinhos. Hé, hey, er is een stroommannetje. Wat een aanstelling, jongen. Ik word nu al misselijk. Oh, jongen, die Brazilianen zijn zulke aanstellers. Ben je een Braziliaan? Wie is een Fretje? Oh, het is toevallig een Braziliaan. Oh, toevallig een Braziliaan, ja. Ik moet zeggen, het is de eerste twee zijn alle Braziliaan, toevallig. En ik gok ook dat Neymar niet gaat ontbreken in deze video, denk ik zo, als ik heel eerlijk ben. Wie hebben we hier? Oh, Suarez. Zuid-Amerikaan, oké. Okay. Het ligt in de buurt van Brazilië. Dit is waarschijnlijk ook een Braziliaan. Dat weet ik niet zeker trouwens. Wat gaat hij nu? Hé? Oh, ik miste deze. Oh lol, die scheidsrechter ook gewoon tegen die speler van... Hé, hey, even opletten jij. Mafkees, verder mafklapper, teringlaaier. Suarez, wat gaat hij doen? Ik denk dat hij gaat liggen. Oh nee, oh mijn god! Wat een switch. De keeper gaat liggen. Ongelooflijk. Dit is smerig. Hij krijgt hier gewoon een pingel voor, hè. Zullen we krijgen hier gewoon een pingel voor. Dat hij in de grond trapte. What the fuck? Hoe kan dat? Zo, er zit niet Messi's dat hij zich laat vallen. Ja, dit is wel geen pingel. Nou ja, oh wel, ja, kijk, je kan nog even, toch? Hij beukt het alweer in als een Mogol. Ik bedoel, hij beukt het alweer in als Sergio Ramos. Oh, wacht, het is Sergio Ramos. Dit was meer een beetje opspringen, zodat je niet je scheenbenen kwijt bent. Oh, dit is smerig. Wie is dit? Neymar? Oh nee. Oh nee, dit is die spits van Lyon. Hoe heet hij ook alweer? Hoe heet die vent ook alweer? Geen idee. Wat doet hij nou? Hé? Hé? Oh, dit is een smerige Swalbe. Die gaat liggen en dan gaat hij lachen. Oh, wat smerig. Ongelooflijk smerig. Wie is het? Alessandrini. Ah, oh, Suarez. Ah, hij werd gewoon aangetikt hoor. Zeg maar, ik ben absoluut niet voor Suarez, maar hij werd hier toch echt aangetikt. Ik ben toch vrij zeker dat hij hier aangetikt werd. Hé, hey, stroommannetje weer. Of niet? Jawel. Dit is ziek. Dit is ziek. Dit is echt, ik denk wel een van de bekendste Swalbes. Iemand die gewoon iemand anders arm pakt. Ja, het is niet echt een Swalbe, want dan krijg je wel een tik in zijn gezicht. Ik denk dat hij het zelf doet, ja. Waarom valt dan weer mijn camera uit? Is dit nou weer voor pleuren, sorry? A few moments later. Oké, okay, mensen, we gaan weer verder. Twee in de camera die dit uitvalt. We hebben hier toevallig... Oh, ja. We waren hier gebleven, dat is waar ook, ja. Welbeck. Welbeck is denk ik toch wel een van de meest gefaalde spelers ooit. Vinden jullie niet? Gewoon qua hype en zo. En dat hij gewoon eigenlijk gewoon fucking slecht is. Zo niet hoe hij nog steeds... Voor mij speelt hij nog steeds bij Arsenal, toch? Waar speelt Danny Welbeck? Danny Welbeck speelt voor Arsenal. Nou, dat dacht ik. Slecht man, die fan. Wat hebben we hier? Is dat... Waarom lijkt hij zo erg op Ronaldinho? Het is zeker niet Ronaldinho, maar waarom lijkt hij zo erg op Ronaldinho? Dit zijn die standaard Swalbes dit. Oh, smerig. Smerig. Heel smerig. Smerig Swalbetje. Dele Alli. Oh. Nou, die werd toch eerst volgens mij op zijn achterbeen geraakt en daarna ook nog eens door die keeper. Maar ik had het net over Danny Welbeck, dat is een van de slechtste, een van de meest overhyped spelers ooit. Maar Dele Alli kan er ook wat van. Nou ja, eigenlijk kan er niks van. Dat is beter. En waar staat dit nou weer op, jongen? Suarez, schiet die bal gewoon binnen, jongen. Wat is dit nou? Hij wordt zo licht aangetikt, jongen. Nee, wat is dit? Sommige dingen, dan geloof je gewoon niet wat daar gebeurt. Huh? Lekker huppie erbij. Goed huppie. Lekker huppie, kiepertje. Huh? Huh? Wat deed hij? Wat doet hij? Hè? Om tijd te rekken of zo, wat een gek. Huh? Hij maakt gewoon een koprol, die vent. Hij doet gewoon een kop. Waarom is Suarez echt 100 keer hierin gewoon... Oh, het gaat niet eens om Suarez hier.
Gaan Neymar ook zwalben. Smerige zwalben. Je had toen een aanval, hè, met Neymar, Suarez en Messi. Dat is wel even een aanval. Als je dan nu kijkt, Coutinho, Suarez en Messi. Ja, dat is al iets minder. Au. Jongen, hij heeft zoveel haar, dat doet nooit zoveel pijn. Dat kan niet, dat kan niet dat het pijn doet. Dat kan gewoon niet. Daar geloof ik niet in. Je blijft ook liggen. Je blijft ook liggen van, ik heb niks gedaan, want ik lig zo. Ja, die is hier zo op aan het wachten, jongen, die speler. Gadverdamme. Goed zo, geef hem geel. Lekker scheids. Ja, dit vind ik een last. Zo! Zo is zwalbe dit, man! Hier is de poot worden tweeën gebroken. Moet je zien! Hij raakt hem daar gewoon vol, hoor. Ik weet niet. Hier wordt hij gewoon vol geraakt, hoor. Ik weet niet. Ik weet niet hoe je dit als zwalbe ziet, maar... is zijn been al bijna drieën. Jongen. Hé, hey, Vicinho Junior. Jezus, doe even normaal, man, Braziliaan. Ik kan me ook niet voorstellen dat je, zeg maar, op zo'n moment dan, zeg maar, valt. En dan denk je van mij al van, kut, dit zag er waarschijnlijk niet goed uit. Net als Mario Balotelli hier. Wat een onzin. Kom, Mario, je hebt het niet nodig, jongen. What the fuck? Cillessen, wat doet hij? Even nog een keer kijken, even kijken wie iets fout is. De Panenka, wat natuurlijk bij Cillessen, ja, die stopt toch nooit een pingel. What the fuck? Cillessen, kijk, ondanks, ik vind Cillessen echt een goede keeper. Maar dat is me toch een ongelooflijk naar ventje. Dat is echt niet normaal. In het veld dan. Misschien is hij er buiten heel aardig. Maar dan moet ik zeggen dat naar zijn in het veld is op zich geen slechte eigenschap. Want kijk, als andere spelers aan je irriteren, ja, dat is eigenlijk alleen maar goed, toch? Als het maar de tegenstander zijn, niet je medespeler. Wie hebben we hier? Dembele. Hè? Hè? Wat deed hij nou? Even nog een keer. Oké, dit is blijkbaar een overtreding. Dan gaat hij liggen. Hè? Sommige zo snap ik ook gewoon niet. Van, wat wil je hier winnen dan? Nee, hou op. Gaat hij nou... Nee, dit meen je niet. Ik ben altijd blij dat dit soort dingen wel gefilmd worden. Dat het niet is van dat hij rood krijgt. Dat je nergens kan zien. Nee, het is gewoon gefilmd. Dan zie je gewoon dat hij van echt een teringleier is. Smalling. Lekker man. Bij verdedigers zien Swalbers er nog slechter uit dan bij aanvallers. Hij staat er gewoon meteen op. Hé, hey, hebben we weer Suarezje. Ja, wat, die bal is al naast, jongen. Dit is ziek. Ik ken deze. Dit is ziek. Hij gaat doen alsof hij zijn hoofd geraakt. Het is echt te ziek. Hij laat de bal ook echt los, hè. Stel je voor, de schijf floot niet. Dan had hij gewoon die andere speler kunnen scoren. Neymar, vuile zwalbe. Heb je al gezien van Neymar die vrouw verkracht? Wat hij niet gedaan heeft eigenlijk. Hij heeft toen die chat online gegooid. Die WhatsApp chat. Met gewoon allemaal naaktfoto's van die chick erin. What the fuck? Dat die chick een filmpje online gegooid. Dat ze aan het filmen was terwijl ze de kamer binnenkwamen. En dat hij haar blijkbaar mishandelde. Maar zij begon hem gewoon eens met keihard te slaan. What the fuck? Wat is dit? Huh? Trapt hij hem nou? Wat doet hij? Waarom trap je hem zo? Hij lijkt op Enzo Knol trouwens, de keeper. Zo, jongen. Die coach, wat een aansteller. Oh ja, deze, dat weet ik nog. Die heb ik gezien, die wedstrijd. Dat hij hem zo trapte, per ongeluk, en dat ineens een speler ervoor stond. Voor mij kreeg hij daar ook een penalty voor. Leuk, we getackled door zijn eigen speler. Kijk hem huilen ook. Ik ga stuk. Kijk hem janken. Hé, hey, Suarez toevallig. Oh, weer lekker rollen, jongen. Oh, gaan mensen doen dat niet, jongen. Zieke gek. Eigenlijk heeft elke speler weer zijn swalbe gemaakt, hè. Als je zo bekijkt. Wat is dit nou weer? Echt goede swalbe, dit. Mozes, drama. Dit kan toch niet, jongen. Je wordt er toch triest van als je naar kijkt, eigenlijk. Het is toch echt niet om aan te gluren. Hoe kan je nou in godsnaam zo gaan liggen, jongen? What the fuck? Deze gast lijkt echt op die Janine van de Zanden van Nederland, die rechtsbuiten. Maar dit is wel echt een man. Waarom liggen hier nou allemaal mensen ineens? Wat ben je nou aan het doen? Wat is dit? Ja, dit kan gewoon wel hard aankomen, toch? Oh. Hij gaat niet liggen. Hij gaat liggen. Oké. Jezus. Zo, Marcelo is hier dik? What the fuck? Hier is Ronaldinho. Smerige zwalbe, jongen, Ronaldinho. Hé, hey, 49 was het er dus wel net. Jongen, toch die Brazilianen weer, hè. Wie is dit? Waarschijnlijk ook een Braziliaan. Geel. Voor MLP voor een zwalbe, goed zo. Ah, dit is ook... Je ziet... Hier kan je toch geen pingel geven? Iedereen ziet dat dit een zwalbe is van die Morata, jongen. Smerig, jongen. Wie is dit? Mané. Oh nee, Benteke. Die is veel te zwaar om een zwalbe te doen, jongen. Hoe is het een zwalbe? Oh, van Ibra. Wat deed je dan? Wat deed je? Ging je nou op zijn poot staan? Echt heel zachtjes. Hij geeft gewoon een flinke map, hoor. Is gewoon rood voor Ibra, hoor. Dit. Voor mij krijgt hij ook rood. Die ook gaat liggen, want hij zo zachtjes op zijn teen. Wat een onzin. Ongekend. Oh, de bekende Ronaldo zwalbe dit. Goed deze. Dat hij gewoon naar voren duikt. Wat ziek, jongen. Oh, deze gast. Deze gast naar Real, hè. Die is door Real gekocht, die Rodrigo. Blijkbaar groot talent. Maar wat hij hier toch aan het doen was, weet ik niet precies. Oh, wat een gozer, die Ibra, jongen. Ongekend. En weer Ronaldinho. Gaat hij weer. Wat een zwalbe maken, die fan. Wat is dit dan?
Klik nog een partijtje nog. Oké. Okay. Mensen, my brain hurts. Ik vind het ongelooflijk dat mensen kunnen proberen om de sport zo te verzieken. Laat even in de comments wat jij de beste zwalbe vond. Als ik er eentje gemist heb, laat even achter welke ik gemist heb. Ik ben er benieuwd naar. Wat een vieze, vuile zwalbe, jongen. Echt ongekend. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk, geef me zeker niet te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Je kan op mij abonneren, dat kan hier. Je kan ook een oude video van me kijken, dat kan. Klik hem hier of hier. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus ik leg hier aan de volgende keer.